Welkom bij Gespelzalon, leuk dat jullie weer kijken en dit keer met jullie een blik werpen op Locus, uitgegeven door Tuckers Fun Factory. Het is een spel voor 1 tot 5 spelers waar je een half uurtje mee bezig bent. En dit is een roll and write, flip and write, waarbij we allemaal proberen om de 5 minigames van ons blad zo efficiënt mogelijk te vullen met Tetris-achtige blokken. Want daarmee scoren we natuurlijk aan het einde van het spel punten, maar tijdens het spel krijgen we er al kleine bonusjes voor, extra blokjes die we kunnen plaatsen, muntjes die we voor allerlei dingen kunnen inzetten. En daarmee proberen we uiteindelijk de hoogste score te halen. Want degene die dat voor elkaar krijgt, wordt de winnaar. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er allemaal in het doosje zit. Het spel is gemaakt door Stam van Rooyen. En wij krijgen de spelregels in het Nederlands. Ze zijn prima opgezet. Niet al te complex natuurlijk. De manier waarop je kan scoren binnen de verschillende zones. En een solo variant op de rug. Verder krijgen wij natuurlijk een groot kladblok. Met daarop het scoringsvelletje. De startspelermarker. Reference kaartje. En we krijgen de kaarten met erop de verschillende tegels die we gaan plaatsen binnen onze velden. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel. Nou, in het begin had ik mijn voorbeeld opgezet voor 2 spelers. Elke speler krijgt een kladblaadje waarop je natuurlijk je eigen blokjes gaat invullen en je score bijhoudt. Een reference kaart die aangeeft welke blokken erin zitten en hoe je ze kan spiegelen. Gewoon voor het handig. En we krijgen natuurlijk... En we schudden alle kaarten en we leggen er een aantal open gelijk aan de hoeveelheid spelers. Je wijst willekeurig een startspeler aan. Die kruist de eerste ronde af. En dan ben je klaar om te gaan beginnen. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te scoren. En dat doe je in 5 minigames die allemaal op andere manieren gaan scoren. Gaan we natuurlijk zometeen naar kijken. En de laagste score die je haalt in de 5 kleuren, die krijg je nog een extra keer. En dat levert een eindscore op. En degene met de meeste punten is de winnaar. Dus zo zet hem op. Laten we maar eens wat gaan knutselen. We beginnen met de startspeler waar met de klok mee gaat elke speler 1 tegel kiezen of 1 kaart kiezen. En die ga je invullen. De kleur bepaalt in welk blok je moet tekenen. Als er een regenboog op staat, mag je zelf kiezen. En als je een muntje hebt, krijg je nog een extra muntje wat je kan inzetten voor 1 van de 3 speciale eigenschappen. Laat ik voor het voorbeeld deze kaart kiezen. Een kaart intekenen heeft een paar eisen. Allereerst moet je altijd beginnen in 1 van de dik omrande blokjes. Dat zijn de startlocaties. Je ziet dat dat bij rood niet van toepassing is. Bij rood is dat als enige niet zo. Daarnaast mag je het figuurtje draaien zoals je wilt. Je mag het spiegelen. En daarvoor is deze reference kaart. En alternatief mag je ook aangrenzend bouwen aan tegels die je al ingetekend hebt. Maar laten we voor mijn voorbeeld zeggen dat ik de vorm hier zo inteken. Daarbij heb ik deze vorm, een 2'tje in de kleur groen, overtekend en vrijgespeeld. Nou, bij groen ben ik nog niet begonnen, dus ik moet vanuit het midden verder gaan. Dus ik teken bijvoorbeeld hier de 2 groen in. En dat zou kunnen betekenen dat ik daardoor weer nieuwe blokjes ontsluit. Nou, is in mijn geval niet van toepassing. De volgende speler kiest 1 van de kaarten en de derde kaart die overblijft wordt afgelegd. Alle spelers zouden ervoor kunnen kiezen om 3 van hun muntjes weg te kruisen, als je überhaupt 3 muntjes hebt, om die laatste kaart die niet gekozen is, alsnog in te tekenen en af te handelen. Maar we hebben nog niet genoeg muntjes, dus Googly Eyes kiest nog 1 kaart. En de kaart die overblijft, die verdwijnt naar de aflegstapel. En dan is Googly Eyes, die kruist zijn eerste beurt als startspeler af, legt een aantal kaarten open in de markt gelijk aan de hoeveelheid spelers en kiest als eerste. En daarna kiezen de andere spelers. Nou, hoe scoren we punten in deze 5 kleuren? Voor geel, heel simpel, voor elke rij die je volledig weet te vullen, krijg je punten. En hoe meer rijen je vult, hoe meer punten je krijgt. Bij rood probeer je elk blok volledig te vullen. En daar krijg je weer punten voor. Bij paars probeer je zoveel mogelijk van de zwart omrande blokken met elkaar te verbinden. Dus als ik bijvoorbeeld
later deze ook nog een keer te pakken krijg, dan zou ik die bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4 hier ook neer kunnen zetten. Nou, dan heb ik weer een muntje vrijgespeeld, dus die kleur ik hierin. En ik heb op dit moment 2 van die vakken met elkaar verbonden, dus ik heb al 12 punten. Weet ik deze er ook nog aan toe te voegen, heb ik er 3 verbonden, 18 punten. En hoe meer je er weet te verbinden, hoe meer punten het waard is. Bij groen probeer je ook weer de vormen te vullen tot en met het uiteinde. Want elke keer als je zo'n uiteinde weet te vullen, krijg je 8 punten. En bij blauw probeer je zo hoog mogelijk te komen. Dat hoeft niet helemaal dicht. Dus je kunt ook gewoon op elkaar stapelen en tegen elkaar aan, zolang ze maar aangrenzend aan elkaar liggen. En hoe hoger je komt, hoe meer punten blauw uiteindelijk waard wordt. Dus dat zijn de 5 minigames die we spelen. Nou, tussendoor verdienen we muntjes. Je kunt altijd een munt inzetten om de kleur van een blok te veranderen. Dus ik kan zeggen, ik streep 1 munt weg en ik maak hier een paars blok van, want dat komt me beter uit. Of misschien juist een groen blok, want die past hier nu wel heel erg goed. Voor 2 muntjes krijg je 2 eentjes naar keuze. Die mag je in 2 verschillende kleuren invullen of in dezelfde. Maar dan kun je mooi een blokje van 1 wegkruisen. Want je kunt een vorm ook alleen maar plaatsen als die daadwerkelijk in het vakje past. Je kunt niet zeggen van joh, ik teken enkel dit stukje in. Je moet de hele vorm plaatsen. Als je een kaart pakt, maar je kunt hem niet plaatsen, of je wil hem niet plaatsen, maar het zal normaal niet zijn dat je hem niet kan plaatsen, dan leg je hem af en in ruil daarvoor krijg je een muntje. En het laatste wat je kan doen, dus voor 3 muntjes mag je de kaart die niet gekozen wordt aan het einde van een ronde ook gaan intekenen. Maar zo spelen we ronde na ronde. En zodra iedereen de eerste ronde heeft gedaan, gaan we natuurlijk allemaal de tweede ronde, derde ronde, vierde ronde, etc. En afhankelijk van de hoeveelheid spelers, ben je met z'n 5, kom je allemaal 1-3 keer aan de beurt als startspeler. En zo maken we een velletje vol. Aan het einde van het spel noteren we de scores. Misschien heb ik 28 punten gehaald in geel, 36 punten in paars, 30 punten in rood, laten we zeggen 30 punten in groen en 16 punten in blauw. De laagste score verdubbel je, dus ik krijg nog een keer 16 punten. Dat tel je allemaal bij elkaar op en dat levert een eindscore op. En degene met de meeste punten is de winnaar van Locus. En zo wordt het spel gespeeld. Locus is een vermakelijk en toegankelijke flip and write die wat mij betreft gewoon erg goed in elkaar zit. Het doet me in de basis sterk denken aan Clever, waarbij je 5 verschillende kleuren hebt die allemaal op een andere manier scoren en waar je dus op een andere manier, in dit geval de Tetris-achtige blokken, in plaatst. En zo probeer je te kijken van oké, waar kan ik flink punten mee scoren? En elke keer als je iets plaatst, bijna elke keer als je iets plaatst, kun je wel een klein bonusje vrij spelen. En krijg je dus of weer een klein blokje in een andere kleur, misschien krijg je een enkel blokje joker of je krijgt weer een muntje. En die muntjes kun je weer gebruiken om in de toekomst gaten te dichten, een extra tegel te plaatsen in die beurt of een kleur te veranderen omdat je denkt, maar dat past die een stuk beter op mijn scorevelletje. En dat mechanisme vind ik erg leuk. Ik vind het knutselprincipe vermakelijk. Het feit dat je dus steeds eigenlijk kleine beloningen krijgt en dus steeds verder komt in de verschillende kleuren. En de keuze die je moet maken van waar ga ik eigenlijk mijn focus op leggen. En aan de andere kant wil je eigenlijk overal een beetje focus op leggen. Want je laagste score wordt verdubbeld. En als je al je scores in de basis hoog hebt, dan krijg je die relatief hoge laagste score 2 keer. En dat is natuurlijk ook weer super interessant. Daarnaast vind ik het principe van het flip and write erg goed werken. Er liggen een aantal kaartjes gelijk aan de hoeveelheid spelers plus 1. En we kiezen allemaal een blokje om in te tekenen. Waarbij je in het begin natuurlijk lekker hebberig bent en je focust op de dingen waarvan je denkt, die wil ik graag hebben. Maar naarmate het spel vordert, kijk je misschien eens om je heen en denk je, maar wacht eens even, die kleur is voor bijna niemand echt gunstig. Zeker niet in die vorm. Dus die laat ik even lekker liggen. En dan probeer ik iemand dat in de mik te splitsen. En dat werkt ook
prima. Maar aan de andere kant, directe spelersinteractie is er niet. Je hebt natuurlijk de strijd over de markt, maar ja, dat is gewoon beurtvolgorde. Maar omdat het spel zo snel gaat en iedereen zijn eigen puzzels aan het doen is, heb ik hem in deze niet als zeer storend ervaren. En waar Locus zich onderscheidt van Clever is natuurlijk het feit geen dobbelstenen, maar kaartjes. En dat maakt de geluksfactor anders. Je hebt iets meer invloed, is mijn gevoel, op wat voor blokjes je gaat nemen en op welk moment je die waar intekent. En natuurlijk, soms komen er betere blokken dan andere keren, maar er is makkelijker mee te manipuleren in dit spel, vind ik. Maar alles bij elkaar genomen vind ik Locus gewoon een erg leuke flip and ride. Basismechanisme, het inkleuren van blokken in een van de 5 minigames om daar punten mee te scoren, is erg toegankelijk. Wat maakt dat je het gemakkelijk op tafel kan krijgen. Het gevoel dat je elke keer weer kleine bonusjes vrij speelt en extraatjes verdient. Die combo effecten geven een positief gevoel, je bent lekker bezig. En het is een spelletje wat vrij vlot speelt en iedereen is elke beurt aan het inkleuren. Dus iedereen is lekker bezig en zijn of haar puzzels aan het voltooien. En dat maakt dat ik Locus van harte kan aanraden als je houdt van dit soort flip-and-ride combo spellen. En leuk vindt om flink te puzzelen en misschien af en toe elkaar een klein beetje dwars te zetten door aantrekkelijke blokjes voor iemands neus weg te kapen. Dan is dit een spel waar je zeker veel plezier uit gaat halen. Ik vind het in ieder geval erg vermakelijk en daarom geef ik het een 8. Spellen zolder.